Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Matthias, je hebt al een heel kar venkels gesneden. Zeker, dat is voor morgen te verkopen. Hè? Morgen te verkopen. Ja, we zien het hier al direct. Hè. Venkels, dat groeit niet in de grond. Nee, juist boven de grond. Op de grond, ja. Als je dat ziet in een supermarkt, je ziet dat nooit met dat loof. Nee, dat klopt. De mensen thuis die kennen dat waarschijnlijk alleen van zo afgesneden. Klopt. Maar jij doet dat niet? Nee, omdat je met het loof ook veel kunt doen. Oké. Okay. Het wordt gebruikt voor het ei van te maken. Je kunt het onder de puree doen. Ja. En waarom denk je dat we dat vaak niet zo zien, maar wel afgesneden? Het probleem is bij venkel, als dat wordt afgesneden en je laat het loof eraan, zullen we zien dat dat binnen de 2 dagen verkocht wordt. Als je 2 uur gaat staan, dan gaat dat loof... Ja, ja, zoals in deze eigenlijk. En als je dat gaat presenteren in de winkel, ja, dat... Dat oogt niet zo mooi. Dat oogt niet en dan wordt dat niet verkocht. Hè. Mag ik er... Zeker? ...een paar uitsnijden? Met de mol. Ik vind dat echt een schoon plant, joh. Mm. Ja, dat is... En de smaak, ja, dat is heel typisch. Hè. Zo een typische anaas-smaak. Ja. Mm. Je moet ervoor zijn, denk ik. Hè. Typisch anaas. Maar ik drink al eens graag een pastisje, dus ik vind dat wel lekker. En weet je iets van de eigenschappen van de venkel? Is dat gezond? Is dat... Dat is zeker gezond. Het bevat veel mineralen, weinig calorieën, vitamine C, ijzer. Dus alles zit er eigenlijk in. Ja. Kalmerende werking. Kalmerend? Op de venkel, ja. Dat is goed. Ik heb ook veel venkel eten, want ik ben altijd heel nerveus en geagiteerd. Bon. Voilà. Terug naar de keuken.